Het Curry Secure project, dat vanmorgen in het courtyard bij Marriott is gelanceerd, is een samenwerking tussen de UNDP, het ministerie van Justitie en Politie en de USAID. Het project is gericht op het verhogen van de institutionele en technische capaciteit van nationale autoriteiten voor het ontwikkelen van gestandaardiseerde misdaaddata. Dit zei Ferdinand Welzijn, waarnemend minister van Justitie en Politie, vanmorgen bij de lancering van het project. De bewindsman zei verder dat het niet alleen gaat om dataverzameling. Curry Secure is ook belangrijk voor de misdaadpreventie en is in het bijzonder op de jeugd gericht. Op welke wijze kunnen wij aan de hand van zaken die zich voordoen, gevallen die zich voordoen, misdaadgedragingen, wat kunnen we doen om zodanige, zo zeggen, evidence-based beleid te maken? Het gaat om gerichte data verzamelen. Het gaat erom van wat is de achtergrond van bijvoorbeeld van de mensen die zich schuldig maken aan criminele handelingen. Wanneer gebeurt het? Wat zijn de sociale omstandigheden? Het zijn een aantal zaken die op dit moment wel aanwezig zijn, maar niet op de manier zoals we het nodig hebben, zoals het nodig is om goed beleid te maken. Om acties te kunnen ondernemen. Vorige week vrijdag is er een taskforce geïnstalleerd die vandaag is gepresenteerd. De leden van de werkgroep doen mee aan een vierdaagse workshop die gekoppeld is aan dit Curry Secure project. Welzijn legt uit dat de taskforce bestaat uit vertegenwoordigers van overheidsinstanties. We hebben het Openbare Ministerie vertegenwoordigd. Iemand van het ministerie van Justitie die belast is met internationale betrekkingen. We hebben iemand van het ministerie van Onderwijs, iemand van Jeugdzaken, iemand van Statistiekbureau en iemand van Sociale Zaken. Dus de mensen kregen een training, omdat dit een project is dat ontwikkeld is in het Caribisch gebied. Het is speciaal gemaakt, gericht op, ook op Suriname. Dus het ligt in de bedoeling dat de participanten in deze week wat handvaten aangedragen zullen krijgen, waardoor ze dus in staat zullen zijn om betere data te verzamelen en zodat ze ons kunnen adviseren op het gebied van misdaadbestrijding. Zal de taskforce zich ook bezighouden met beleid of alleen adviseren? Nou, dus de handvatten zullen worden gebruikt om beide zaken te doen. Zowel beleid als het gaat om werkelijk uitvoeren van misdaadpreventieprogramma's. Ferdinand Welzijn, minister van Justitie en Politie ad interim. Hij sprak bij de lancering van het Curry Secure project vanmorgen in de courtyard bij Marriott.